Wist je dat je de lekkerste gerechten in een handomdraai maakt in de stoomoven? In deze tastevideo. Gepocheerde zalm met haricots verts. Neem voor twee personen 200 gram zalm, 200 gram spinazie, haricots verts, 6 cherrytomaatjes, 2 plakjes citroen en 100 gram venkel. Snijd de zalm door midden en snijd de groente in stukken. Doe alle ingrediënten in een ovenschaal. Stel de oven in op 100% stoom en 80 graden. Zet de timer op 13 minuten. Door de zalm langzaam op lage temperatuur te stomen, krijg je een mals en sappig resultaat. Probeer dit recept ook eens met kabeljauw of zeeduivel. Eet smakelijk! Ga naar de website voor nog meer tastevideo's en tips.